Welkom bij de eerste vlog van het expertise netwerk Boomkwekerij. We zijn hier in Rotterdam op de Euromast. Rotterdam, een stad die ontzettend veel doet aan het vergroenen van de stad en ook enorm last heeft gehad van de droogte. Deze vlog gaat over de droogte en de gevolgen voor de boomkwekerij. In Boskoop zijn de invloeden van de klimaatsveranderingen heel erg naar voren gekomen de afgelopen maanden. We hebben eerst te maken gehad met extreme droogte. Kwekers konden daar op zichzelf goed mee omgaan. Er was ruim voldoende water. De kwaliteit van het water is ook goed gebleven. In september hebben we wel te maken gehad met extreem zware hoosbuien. Meer dan 100 mm in nog geen 6 uur tijd. Ja, dat kan de polder in Boskoop echt niet verwerken. En dan zie je dat kwekers ook echt zelf maatregelen moeten nemen om te zorgen dat ze bestand zijn tegen die klimaatverandering. Met name zorgen dat kwekerijen op voldoende hoogte liggen, dat er voldoende wateropvang is. En dat er ook voldoende vervangend water gemaakt wordt op het moment dat zij investeringen gaan doen in het verharden van oppervlakte. Bijvoorbeeld als ze kassen gaan bouwen of als ze bijvoorbeeld containervelden gaan aanleggen. En juist dat aspect zien kwekers vaak als een kostenpost. Maar wil je het gebied duurzaam houden en wil je het ook duurzaam kunnen inzetten als telersgebied, dan zal men daar echt op moeten investeren en daar ook zelf een verantwoording in moeten nemen. Ook in het Sunnerse heeft de droogte haar sporen achtergelaten. Hoewel de meeste kwekers wel de middelen hebben om te berekenen, werd het op een gegeven moment toch wel erg spannend toen er een berekeningsverbod kwam van het waterschap. We zien wel dat de grotere maten nu echt in prijs gaan stijgen, omdat die er middel zijn. De droogte heeft echt wel groeivertraging opgeleverd. Om te voorkomen naar de toekomst toe dat dit gaat gebeuren, is het denk ik goed en belangrijk dat klanten hier op acteren. En dat kan eigenlijk door het middel van het slaan van een bron. En dat kun je weer doen als je een bedrijfswaterplan hebt. Dus mijn advies zou zijn aan al onze klanten van zorg ervoor dat je dat in ieder geval op orde hebt. In het laanbomengebied op Heusden en Kesteren heeft de klimaatverandering ook zijn toetreden gedaan. De hitte heeft ervoor gezorgd dat de boomkwekerij flink heeft moeten beregenen. Meerdeels van de boomkwekers kunnen dat ook en zijn daar vooral in de avonduren en de nacht mee bezig geweest. Dit heeft invloed gehad op de kostenposten, brandstof en personeel. De hitte heeft ervoor gezorgd dat de maten iets kleiner uitvallen, maar het voorjaar zal dat enigszins compenseren. Daarnaast zal een compensatie gaan plaatsvinden door een betere prijsvorming in de markt. In het boomkwekerijgebied in Noord-Limburg hebben we de laatste jaren al wel vaker last van extreme weersomstandigheden. Een aantal keren flinke hagel. Afgelopen zomer natuurlijk ook de enorme droogte. De investeringen die ik zie is steeds meer teeltondersteunende maatregelen. Wat belangrijk is voor de boomkwekers zelf is welk assortiment zet je voor de toekomst. Want het extreme weer zal ook zorgen voor een ander soort vraag. En zorg voor juiste teeltmaatregelen zodat je voorbereid bent. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Een heel goed seizoen en tot de volgende vlog.